Ja, nieuws komt natuurlijk niet alleen van de redactie. Nee, nieuws komt uit de provincie. Dus daar zijn onze verslaggevers dan ook. Voor radio, voor internet, bijvoorbeeld via een livestream op Facebook. Of voor televisie. En dan heb je een cameraman en een verslaggever nodig. Of een verslaggever en een cameraman in één. Dat noemen we een cameo'er. Maar als het echt belangrijk is of we willen echt ergens live in de uitzending zijn, dan sturen we onze satellietwagen. Nou, tada! Dit is hem. Onze satellietwagen. Dat is de schotel. En die zorgt ervoor dat dan het beeld en alles live in de uitzending te zien is. En in die wagen, daar zit onze verslaggever. Noël is dat vandaag. Die brengt het nieuws, want hier gebeurt het. Dit is Luiksgestel. Hier was hagelschade. En nu is er de eerste schooldag en dat is een verhaal. Hey Noël. Goedemorgen. En Niels. Want Niels, dat is de man die ervoor zorgt dat alles qua verbindingen allemaal goed komt. Wat ben je aan het doen? Ik zie een testbeeld, maar je bent al klaar? Ja, of? We zijn een item aan het monteren voor het live gesprek zometeen. Want jij gaat dadelijk live in de uitzending je verhaal vertellen. Ja, zeker. Met Tessel. En dan ga ik vertellen hoe de eerste schooldag hier in Luiksgestel was. En dat is heel bijzonder, want het is weer de eerste schooldag na de hagelstorm. De school is weer gemaakt. Ja, de school is weer heel. En dat gaan we zo zien. En dat is dus live zometeen in de uitzending. Ja, het was heel erg hectisch. Het was schrikken. En Noël is nu dus live bezig met zijn gesprek met Tessel, de presentatrice die in de studio staat. En van tevoren heeft hij alles al wel doorgenomen met juf Marielle, want de kinderen zijn ook hartstikke braaf, zijn hartstikke stil. Ze hebben ze allemaal een beetje geoefend. En Noël hoort alles via een oortje, anders kan hij natuurlijk Tessel in de studio niet verstaan. Nou, hier zijn ze klaar. Dit wordt allemaal opgeruimd. Niels gaat de boel een beetje inklappen. En dan gaan zij door naar een volgende locatie. Ook de schotel die wordt natuurlijk even ingeklapt, anders kan je niet rijden. En op de redactie gaan ze ondertussen nu een artikel schrijven over dit onderwerp. En dan komt dit filmpje ook bij te hangen. Zodat mensen die de uitzending gemist hebben, toch het nieuws kunnen volgen. 24 uur per dag.